Danielle en Daniel van de Blaak schreven zich op 1 februari 2013 in als inwoners van de gemeente Ede en werden daarmee respectievelijk inwoner nummer 110.000 en 110.001. Burgemeester Kees van der Knaap kwam het tweetal opzoeken. Apart? Ja, niet verwacht. Nou, toen we het hoorden hebben we eerst heel hard gelachen, maar... Want we lagen echt allemaal in een deuk, vond het helemaal geweldig. En later, ja, dan ga je kijken wat het betekent en hoe of wat. En dan zie je in één keer krantenkopjes van, oké, ze waren er al mee bezig. En wij helemaal niet. Dus dat is echt een verrassing. In 1850 had Ede nog geen 10.000 inwoners. In 1996 werd de mijlpaal van 100.000 inwoners behaald. En nu, in 2013, heeft de gemeente Ede maar liefst 110.000 inwoners. Danielle en Daniel ontvangen de burgemeester in hun net opgeleverde woning in de wijk Kernhem in Ede. En als er wat te vieren is, horen daar natuurlijk ook cadeaus bij. Dus de burgemeester had het nodige voor het tweetal meegenomen. Dan heet ik jullie als burgemeester van Ede een hartelijk welkom weer terug in Ede. Vanuit Wageningen naar Ede. Dank u wel. Wij woonden hiervoor in Wageningen. Ik kom oorspronkelijk uit Ede. En we hebben in Wageningen gewoond en ik kon totaal niet wennen. Wij allebei niet. Dus vandaar weer lekker terug. Ja, geboren en getogen. Hè? Dus waar je vandaan komt, dat trekt toch altijd wel. Wat is er zo mooi aan Ede? Ja, alles, denk ik. Als je het gewend bent. Ede is thuis en ja, ik hoor hier zo. Burgemeester van der Knaap, gefeliciteerd. Ede 110.000 inwoners. Ja, mooi hè. En allemaal heel snel gegaan. Anderhalf jaar geleden zaten we nog zo rond 108.500. Maar vorig jaar ineens een heleboel inwoners erbij. Er is natuurlijk een grote behoefte toch nog steeds aan mensen voor een nieuwe woning. Nou, die kunnen ze hier krijgen. Daarnaast in het centrum van het land, ook met het bedrijven gaat het hier goed. Dus een tevreden burgemeester. Kan ik me voorstellen. En u heeft die tevredenheid ook een beetje overgebracht aan die 110.000ste inwoner. Want die heeft een paar cadeautjes gekregen? Ja, een paar cadeautjes gekregen als een soort welkomstgeschenk. Was eigenlijk niet nodig, want ze zijn een paar jaar maar weg geweest uit Ede. Maar wilden we heel graag hier in onze mooie gemeente wonen. En we hebben een welkomstgeschenk gegeven met een dinerbon en naar Sinemerk en naar de Hoge Veluwe. Kortom, die kunnen de komende tijd kunnen ze aan alle leuke plekjes in Ede toe. Dit is het zwijntje van Ede. Van Barsten van de Zwijnen hier, dat weet je wel, hè? Dit is er eentje. Ja, leuk, hè? Leuk. De 100.000 hadden wij in 1996, dus er gaat een behoorlijke periode overheen. Daarom was het voor ons ook een verrassing dat het de laatste jaren zo snel ging. En met dit tempo, dan kan mijn opvolger waarschijnlijk de 120.000 te verwelkomen.